In de vorige video zagen we al dat de Britse economie heel sterk groeide, mede door de industrialisatie, en dat die industrialisatie extra bevorderd werd door uh, de Britse koloniën. Er was heel veel profijt van. Nou, daar gaan we in deze video's wat dieper op in. Er horen verschillende kenmerken en aspecten bij, die drie kenmerken en aspecten hier links. En, um, nou ja, uh, even terug naar wat Rijk in die vorige video ook al gezegd is, koloniën zijn erg belangrijk voor die Britse economie. Want uh, neem India even als voorbeeld, hè, het kroonjuweel van het Britse imperium. Daar werd bijvoorbeeld heel veel uh, katoen verbouwd. En uh, ja, dat katoen dat, dat was een belangrijke grondstof voor de Britse textielindustrie. Dus wat je zag gebeuren was dat er in India op grote schaal katoen werd verbouwd. Die werd naar Groot-Brittannië verscheept. In de Britse uh, textielfabrieken werden er allerlei eindproducten van gemaakt. Hè, allerlei textielproducten. En vervolgens. Uh, konden die producten in Groot-Brittannië zelf worden verkocht, maar natuurlijk ook in de koloniën, zoals bijvoorbeeld India. En dan zie je dus dat die koloniën ook een belangrijke afzetmarkt zijn. Ja, er wordt door Britse ondernemers dus heel veel geld verdiend in Groot-Brittannië zelf en in de koloniën. Nou, dat wordt voor een deel weer geïnvesteerd in hun eigen bedrijven. Het wordt voor een deel geïnvesteerd ook in de uitbreiding van uh, het spoorwegennet in Groot-Brittannië en de aanleg van kanalen. Zodat uh, de economie nog verder uh, bevorderd kon worden. Uh, en je ziet tegelijkertijd ook dat ondernemers uh, die winst ook gaan uh, investeren in allerlei projecten in de koloniën zelf. Dus bijvoorbeeld ook in India, zoals we hier op de afbeelding zien. Uh, wordt ook een gigantisch die spoorwegennetwerk aangelegd en dat helpt natuurlijk ook weer om de kolonie onder controle te houden. Maar in die 19e eeuw zien we dus dat de Britse economie heel sterk groeit en met name dan de industrie en dat zie je hier op dit kaartje heel goed afgebeeld. Uh, we zien daar links Groot-Brittannië in de 18e eeuw en uh, dan zien we dat er een aantal uh, belangrijke producten bijvoorbeeld gemaakt worden, dat er een aantal industriegebieden zijn. En op de kaartjes rechts, halverwege de 19e eeuw, einde 19e eeuw, zien we dat die industrie alleen maar verder gegroeid is. En we zagen in de vorige video ook al dat de bevolking van Groot-Brittannië ook sterk groeide. Hè? Dus er kon nog gewoon meer verkocht worden in Groot-Brittannië. Maar uh, tegelijkertijd is het eigenlijk wel zo dat er te veel geproduceerd wordt om alleen binnen Groot-Brittannië te verkopen. En dat daarom die koloniën ook heel erg belangrijk zijn. De industrie is echt sterk afhankelijk van het buitenland. Voor de import dus van die goedkope grondstoffen en de export van industriële producten. Ja, nog even voor duidelijkheid, hier staat dus buitenland, hier staat geen kolonie, want natuurlijk waren die koloniën belangrijke afzetmarkten, maar dat gold ook voor andere landen in de wereld. En uh, ja, wat je dus wel ziet, als, als je op de hele wereld gaat handelen, dat, dat je dus ook wel uh, gevoelig wordt voor gebeurtenissen die er in de wereld gebeuren. Om een voorbeeld te geven over dat uh, katoen. Als er in India uh, een, een periode van droogte is, waardoor er, uh, de, de katoenoogst mislukt, ja, dan heeft dat direct gevolgen voor die Britse textielindustrie. Uh, in de tijd van uh, Napoleon werden er allerlei handelsblokkades opgeworpen uh, voor de Britten op het Europese vasteland. En ze konden in één keer hun producten daar niet meer verkopen. En dan zie je dus dat, dat uh, de, de, de internationale politiek eigenlijk direct gevolg heeft voor de Britse economie. Hetzelfde geldt voor de Amerikaanse burgeroorlog in de jaren zestig van de 19e eeuw. De Verenigde Staten waren een belangrijke afzetmarkt voor de Britten. Maar ja, als, als daar uh, vijf jaar lang oorlog gevoerd wordt, ja, dan doet dat wat met je afzetmarkt. Dan wordt er minder gekocht. En dit zijn zaken waar de Britten niet per se invloed op hadden, maar waar ze dus mee te dealen hadden. Maar goed, ze probeerden natuurlijk wel zoveel mogelijk zaken af te dwingen en te beïnvloeden. En daar hadden ze ook hun Royal Navy voor, hun marine. En ja, bijvoorbeeld om vrijhandel af te dwingen, dat deden ze in die koloniën zelf natuurlijk, maar ook in gebieden die niet direct gekoloniseerd waren. China bijvoorbeeld, daar werd heel veel opium gebruikt en dat was iets wat de Britten vanuit India massaal exporteerden naar China. Maar toen de Chinese overheid een verbod instelde op die import van opium, ja, toen kwam de Britse marine toch wel even om de hoek kijken en uiteindelijk zijn er twee opiumoorlogen uitgevochten tussen China en een aantal Europese landen. En je ziet dus dat in die 19e eeuw heel veel in het teken komt te staan van de economie en van de industrie. En het handelskapitalisme, dat we bijvoorbeeld kennen uit tijdvak 6, dat, dat wordt steeds meer uh, veranderd dan in industrieel kapitalisme. Nou, kapitalisme is daar het kernwoord. Een bepaalde manier van tegen de economie aankijken. Eerst werd dat dus gedaan uh, door middel van de handel, maar nu dus door middel van de industrie. En laten we eens even zo'n industrieel bijpakken, zo'n fabrieksbaas. Die heeft dus hier, zien we hier staan, zijn, zijn fabriek. En nou ja, waarom heeft hij die uh, onder andere om daar winst mee te maken? Nou, en dan, dan kun je twee dingen doen met je winst. Je kunt zeggen, oké, okay, ik heb genoeg winst gemaakt. Uh, ik ga nu lekker van mijn geld genieten. Ik stop ermee. Of je pakt een deel van die winst en die ga je weer investeren in je bedrijf, zodat het bedrijf verder kan groeien, zodat je weer meer winst kunt gaan maken. En als je dan weer een deel van die winst herinvesteert in je bedrijf, groeit dat weer groter, zodat je uiteindelijk weer meer winst gaat maken. Dat is eigenlijk heel kort door de bocht wat het kapitalisme inhoudt. Winst maken, een deel van die winst weer herinvesteren om je bedrijf en economie verder te laten groeien, om er uiteindelijk nog beter van te worden. En daarom streefden zij naar een zo liberaal mogelijke markteconomie. Uh, dat betekent dat zij uh, gebaat waren bij vrijhandel. Dus er moesten weinig mogelijk, uh, zo weinig mogelijk barrières zijn. Uh, ge geen tol. Nee, je moest gewoon overal vrij kunnen handelen. Wat we net op die vorige dia zagen, hè, dat is, uh, China gaat zeggen van nee, er mag niet meer in opium gehandeld worden in ons land. Ja, dat, dat wilden zij dus juist niet hebben. Vrijhandel, de grenzen moeten open zijn. En daarnaast moeten er uh, weinig regels komen vanuit uh, de overheid. En moet die overheid ook vooral niet te veel belastingen uh, gaan heffen op uh, de winst en op de producten en dergelijke een kleine rol voor de overheid. Laat het maar gewoon over aan ons, laat het maar gewoon over aan de markt. Dan groeit de economie het hardst, dan wordt er het meeste geld verdiend en dat is ook het beste voor iedereen. Dat was een beetje hoe die ondernemers erin stonden en waarom ze dus streefden naar zo'n liberale markteconomie. Maar ja, vond die overheid het ook een goed idee en vond de rest van de Britse bevolking, de fabrieksarbeiders bijvoorbeeld, vonden die dat ook een goed idee. Dat is iets wat in de volgende video voorbij gaat komen.